Wij gaan vandaag proberen op al onze salto's in deze hoepel te landen. Yo iedereen, welkom bij weer een gloednieuwe video. Mijn naam is nog steeds en nog altijd Timo. En vandaag heb ik weer iets leuks op de planning. Ik ben net wakker en ik kijk in de tuin en ik zie daar nog steeds de trampoline staan die ik voor 20 euro heb gekocht. Heb je die video nog niet gezien? Check hem dan even, het linkje staat in het i'tje. In het i'tje. Eén van deze twee in ieder geval. Ik ga zo meteen kijken of ik de trampoline iets beter kan maken. En straks ga ik nog naar Jumping Jack met Joa en Luca. Luca maakt Engelse video's. Ja, ik ben niet zo heel goed in Engels. Maar hij heeft ook een Nederlands kanaal. En daar gaan we straks een video van maken in Jumping Jack. Dus het wordt leuk. Daar heb ik zin in. Ik ben er heel lang niet meer geweest. Maar, zoals je kan zien, staat de trampoline er nog. En hij sprong dus niet heel goed. Dus ik dacht, als ik nou alle veren ga kruisen, misschien springt hij dan wel beter. En kan ik er dan wel salto maken. Want nu als ik een salto wil maken, dan kom ik niet echt omhoog. En ja, eigenlijk is het doek is gewoon te groot voor de trampoline zelf. Geen idee hoe dat mogelijk is. Want als je een trampoline maakt, lijkt het dat je alles goed opmeet en dat die dan perfect past. Dat is dus niet zo. Laten we hem eventjes beter gaan maken. Ik kan ook echt niet wachten op de zomer, zodat ik weer op mijn gele badslippers over straat kan. Hey, past op zich wel bij mijn sokken, want daar zit ook geel in. Nu staat deze trampoline nog in mijn tuin. Maar over 4 weken, waarschijnlijk over 4 weken, komt er een veel betere en een mooiere trampoline in de tuin. Dus als je dat wil zien, moet je natuurlijk even abonneren, want dan mis je het niet. Ik zie dat heel veel of jullie wel mijn video's kijken, maar niet zijn geabonneerd. Dus als je dit nu ziet, abonneer eventjes. Dat zal echt chill zijn. En dan mis je natuurlijk niet mijn trampoline. Hij wordt echt sick. Ik ben echt hyped. Ik kan echt niet wachten totdat die 4 weken voorbij zijn, want dit wordt echt sick. Oké. Ik heb al een paar veren gekruist. Alleen, hij moet helemaal rond. Ja, meestal doe ik dat met 1 veer. En dan trek ik hem zo aan en dan, ja, gaat hij los. Ik ga eventjes alles vervangen en dan gaan we kijken hoe hij springt. Ik zit me nu te bedenken, ik heb 1 veer eruit getrokken, maar ik weet niet waar ik hem vandaan heb gehaald. Dus ik moet eventjes kijken waar die vandaan komt. Kijk, zoals je kan zien, overal zijn ze gekruist. Dus ik hoop nu dat hij iets beter springt. Oké, we gaan het zien. Yes, let's go, het werkt gewoon, hij springt veel beter. Hij houdt je niet meer in, hij veert je nu echt omhoog. Dus ik ga eventjes kijken wat voor trucjes ik kan. Er zit geen net omheen, hij is best wel klein. Dus het is nog best wel lastig. Lekker. Oké, dubbel ga ik maar niet doen. Ik ga weer terug naar binnen, want ik moet wel opschieten, anders kom ik zo ook nog te laat. Dus ik ga mijn spullen pakken en dan ga ik richting Jumping Jack. En we zijn er. Het is echt al een hele poos geleden dat ik hier ben geweest. Ik denk dat ik voor het laatst een half jaar geleden hier ben geweest. En het is wel weer fijn om in het oude vertrouwde park terug te zijn. Joa is er ook bij. Joa, doe eens even een flip op de supertram. Oh, dat gaat al goed. Oké, doe een dubbele salto. Ja. Oké, doe maar enkel. Oké, let's go. Doe dan een enkel. Wat je zo goed bent. Lekker. En Luca, jij kan wel natuurlijk dubbels. En. Oh, sick, gast. Yes! Dat lukt altijd dubbel sides. Als dat niet lukt, dan zou het een beetje vreemd zijn. Oh, jij, het is zo snel, gast. Ik snap niet hoe je dat voor elkaar krijgt. Oké, ik ga het ook proberen. Die heb je wel. Let's go. Oh. Ik kon gewoon niet verder met draaien. Je moet iets hoger springen nog. Ja, wel, ja. Ik was nu echt getwist en ik stond op de grond. Dus iets hoger springen, ja, en nog zijn heb we. Je wel. Let's go. Oh. Kom wel in de buurt. Ja, je hebt net, zeg maar, net een kwart niet. Oh, oké, ik ga hem even oefenen. We hebben een superleuk idee bedacht. We hebben hier hoepels, we hebben een gele, we hebben een blauwe en we hebben nog een gele. Die gaan we zo meteen neerleggen. En dan gaan we de Game of Stick spelen. En als je hem in de eerste hoepel landt, heb je 1 punt. Stik je hem in de tweede hoepel, net iets moeilijker, heb je 2 punten. En in de laatste hoepel, verste,
heb je 3 punten. Dat gaan we doen. We gaan alle areas langs. Deze, we gaan naar de gewone area. Freerun kan niet, want die is gesloten. Dat is jammer. En dan gaan we kijken wie de meeste punten kan halen. Oké. Joa doet helaas niet mee. Nee. Joa kan zeg maar één salto, dus ze komen niet heel ver. Geen papier schaar. Ik ga niet als eerst beginnen. Jij mag beginnen. Oké. Oké, we gaan van makkelijk naar moeilijk. Punt 1, 2, 3. Ja, misschien 4, maar als je te ver doorkomt, dan zit je eraan. Dat is niet heel fijn. Moet ik hem helemaal stikken of mag ik hem ook landen en dan in de hoepel blijven? Ja, zullen we dat doen? In de hoepel blijven? Ja, want ik denk dat stikken al echt wel lastig is. Nee, ik in mijn handen. Ik ga ook gewoon voor cycle. Iemand moet hem landen. Hey, moet ik er heel lang in blijven staan? Was het een punt? Ik hoor nee, het is geen punt. Helaas. Nou, Luca. Wat ga je doen? Dit is echt lastig, hè? Ja. Doe weer een stapje makkelijker. Ik doe gewoon Brani. In deze hoepel ga ik proberen. Welke? Ik ben al lang blij als ik in een hoepel kom. Laten we daarop houden. Dit is you echt dare, lastig. Bro. Ik dacht net van, dit is wel een goed idee. Het is niet zo heel moeilijk, maar... Oh, veel te ver. Er moet toch iemand 1 punt halen? Ik doe gewoon alleen een frontflip. Nu niet. Oh. Yes, 3 puntjes. Die al gelijk. Lekker. Nee. Lekker. Okay. Maar nu moet ik ook swipen daarheen doen dan, of niet? Ik kon niet meer stapjes zetten. Ik heb nog 1 try, hè, want de setter heeft 0 tries. Ze moet in 1 keer goed landen en degene die hem naast doen, heeft 2 tries. Ja. 3 punten? Ja, die telt wel. Lekker, 3-3. Oké, we hebben de volgende area. En hier heb je allemaal trampolines. En hier hebben we de hoepeltjes weer klaar liggen. En Luca? Waar ga je mee beginnen? Ik ga beginnen met een gainer, gewoon in de eerste hoepel. Een gainer, oké. Okay. Ja. Maar chill. Dit is echt veel harder, hè? Het is gewoon hout. Ja, het is wel iets harder, maar ja. Yeah. Ook ervoor, hè? Oké. Okay. Ik ga ook een gainer proberen. Oh. Ook gewoon er tussenin. Je hebt zoveel hoepels en dan kom ik er tussenin. Oké, Luca. Oké. Okay. Ik ga ook gewoon weer voor een gainer. Lekker, maar... Ja, we moeten eventjes de herhaling bekijken. Ja, ik vond het goed. Puntje erbij voor Luca. Ja, we moeten ook niet te streng zijn natuurlijk. Okay. 5 puntjes. Nee. Ja, niet, kijk. Ja. Staan. Ga nu die in de blauwe. Ah, nee. Weg op de rij. Als ik nu gewoon in de achterste hoepel een sideflip of een frontflip land, we staan al gelijk. Hoe dan? Dit is niet te doen. Nee. Oeh, 1 voet erin, 1 voet eruit volgens mij, toch? Punt pakken. Oh. Oeh, ja, maar je hebt wel je handen gebruikt. Maar ja. Hij telt niet, hè? Oeh, nou. Het is nou. Een randje, hoor. Ja, nee, dit is er niet helemaal in, hoor. Nee, video scheidsrechter, nee. Nee? Afgekeurd, helaas. Ja, die was er ook net niet helemaal in volgens mij hoor. Wat zijn jullie streng? Ja, het scheelde echt wel echt een centimeter. Oké. Telt het niet? Nou ja, ik weet niet. Kijk, ik ben niet degene die erover gaat, maar hij was er niet helemaal in. Nee. Oh, dit is zo moeilijk. Je moet eigenlijk gewoon makkelijk gaan. Ik ga ook gewoon voor een front half. Bewaning. Hij heeft niet nog verder. Luca verschuift erin gewoon. Ja, kijk als hij daar lag. Dat is eigenlijk... Zijn we streng? Ja. Wat zeg jij, Timo? Nou, vooruit. Yes. 2 punten ook gewoon. Hè? Het is eigenlijk slecht hoe weinig we ook landen. Maar het gaat meer om de rol en... We hebben echt heel veel lol. Oké, we gaan een makkelijker spelletje doen. Nou ja, ik denk dat dit ook lastig is. We hebben allebei een hoepel. Je gaat hem gooien in de foam pit. En dan moet je op een backflip, een triple full, een dubbel backflip daarnaartoe doen. En dan moet je erin landen. Oh, dit is echt, dit is echt heel veel te ver ook gewoon. Oh, dat is wel bijna.
Dat komt alleen die hoepel met mijn hoofd. Oké, okay, Luca, jij... Oké, okay, niet te ver, hè? Nee, niet te ver. Ja, dat is ook ver. Oh! Oh. Ik ga het wat moeilijker maken. Ik ga hem hier gewoon vlakbij gooien. En dan ga ik het Chucky doen. Chucky? Ja, joh. Geen idee. Jongen. Oh, die is lekker safe. Die is heel safe. Kom op. Oeh. Ja! Kijk dan. Oké. Ik kwam echt heel dicht bij de rand ook, hè? Ja. Nou. Nee, net ernaast. Huh? Oh, wat. Heel je naad eruit trekken als je dan gaat. Ik ga de laatste doen. Ik ga een koprol doen. Koprol? Ja? Yes! Let's go! Je was perfect! Lekker, Timo! Woe! Ik ben echt goed in dit spel! En vanaf het trampolinepark gaan we door naar Gymxl. Ik ga zelf niet meer trainen hier, ik ben hier alleen voor de gezelligheid. Dus ik sluit hierbij wel de video af. Vond je dan een superleuke video? Heb zoveel mogelijk blauw duimpjes omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer hieronder, het is gratis, je hoeft er niet voor betalen. Laten we proberen voor de 40.000 abonnees te gaan. Laat ook even een leuke challenge weten in de comments voor de volgende video. En dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Later!